Energiespecialisten vrezen dat we deze herfst te maken krijgen met elektriciteitstekorten. Nu naast de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 ook Doel 4 stillicht. Daardoor is er heel wat minder elektriciteit op de markt. Er zijn maar weinig alternatieven en de prijs van elektriciteit kan wel eens omhoog gaan. Gaat deze winter het licht uit in Limburg, nu ook kerncentrale Doel 4 stillicht, is dat best mogelijk. Want de wintermaanden komen eraan. En dan gaat ons elektriciteitsverbruik gemiddeld met 40% omhoog. Er dreigen dus grote tekorten. En als we daar niets aan doen, dan zien we dat nog eens aan onze elektriciteitsfactuur. Structureel, als we natuurlijk met de nieuwe regering die komt, geen energievisie gaan bouwen, waardoor we ons oude productiepark gaan vervangen door nieuwe, dan gaan we dat op lange termijn voelen. En lange termijn, dat is de komende jaren. En niet de komende maanden, maar de komende 5 tot 10 jaar gaat de prijs gevoelig stijgen als we niet gaan beginnen investeren in onze energiehuishouding. En de vrees om deze winter zonder elektriciteit te vallen is groot. Heel wat mensen willen nu zelfs een noodgenerator in huis halen. Dat zien ze ook bij Europower in Nieuwerkerken. Over de laatste anderhalve dag hebben wij uit Vlaanderen 15 aanvragen gekregen voor noodstroomaggregaten. Dus die automatisch starten wanneer er stroom uitvalt. Die vraag is normaal heel klein, 20 machines per jaar die in België voor deze toepassing worden verkocht. Omdat ze dus schrik krijgen dat hun diepvries uitvalt, frigo uitvalt, dat hun elektrische poorten niet meer werken. Mensen zijn erg afhankelijk geworden van stroom. Een nadeel, een noodgenerator kost toch al snel 5.000 euro.